Ik heb het idee dat we afgelopen jaar misschien als groep, als collectief, daar misschien wel iets meer in hadden mogen kunnen doen. Maar ik denk dat je dat wel ook als groep moet doen. En als je dat als individu doet, dat je dan niet echt wat je dan graag zou willen, dan krijg je dat niet echt over, denk ik. Delden, het trainingskamp is voor Excelsior bekend terrein. Inmiddels voor jou ook, aangezien je toch al een aantal jaar Excelsior speler bent? Ja, ik ben nu voor de derde keer hier, dus het voelt wel een beetje als thuis. Ja. Ja. Bevalt het hier altijd? Ja, zeker. Alles is goed. Eten is goed, kamers zijn goed. Lekker grasveld, dus we mogen zeker niet klagen. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Klaar nog niet. We zijn wel ver. Ik vind dat we een gretige ploeg hebben. Er wordt hard en fel getraind, de hele voorbereiding al. En dat vind ik fijn, het gaat goed. Dus ik denk nog een paar weken en dan zijn we er klaar voor. Ja, nu hadden jullie vorig jaar een selectie waarmee jullie uiteindelijk niet om de titel konden meespelen. Nee. Er is niet echt veel veranderd in die selectie, wel wat nieuwe gezichten, een paar zijn er weg. Mm-hmm. Heb je toch het gevoel dat jullie sterker zijn? Vorig jaar stond het verdedigend gewoon vaak niet goed. En dat is wel waar we vanaf dag 1 dit jaar mee bezig zijn geweest. Heel veel tijd ingestoken, ook echt weken achter elkaar alleen maar. Verdedigen. Het was niet altijd even leuk, maar ja, het moest er wel in. Ik heb het idee dat het nu wel goed staat, beter staat. We zijn comfortabel met elkaar als groep en we weten wat we van elkaar willen en verwachten. Dus ik heb best wel een goed gevoel richting de competitie. Verdedigend stond het inderdaad niet goed vorig jaar. Nee, aanvallend scoorden jullie heel veel. Die balans wordt nu misschien wel verbeterd, maar het zou er wel ook op kunnen duiden dat jullie misschien wel wat minder gaan scoren. Gaan jullie dan zakelijke wedstrijden proberen te killen? Dat zou natuurlijk top zijn. Ik heb het idee dat scoren echt geen probleem gaat zijn met de snelheid en de kracht die wij voorop hebben. Maar het is nu dat we als team, als groep gaan verdedigen en als groep gaan aanvallen. En het was vorig jaar een beetje de verdedigers verdedigen en de aanvallen aanvallen. En het is nu de bedoeling dat we als geheel, als machine, de wedstrijden gaan winnen. Ja, vorig jaar was de trainer Ricardo Monić. Hebben jullie dat wel intern vaak aangegeven? Dat jullie eigenlijk vonden dat het misschien anders kon, dus dat er meer uit te halen viel? Intern op zich was de visie van Monić helemaal niet slecht. Alleen het vrat zoveel energie dat het best wel moeilijk was om dat dan ook 90 minuten vol te houden. Dat alleen maar vooruit druk. En het is natuurlijk, we hadden daar misschien iets beter een balans in moeten vinden afgelopen jaar. En ik hoop dat we dat dit jaar wel vinden. Ja, durven spelers dan ook gewoon niet echt de hand op te steken? Misschien bang om je plekje te verliezen, als je toch voelt van ja, het kan misschien allemaal net wat zakelijker. Ja, het is lastig. Als de trainer je opstelt, dan ben je vaak wel tevreden, ongeacht de tactiek of de visie van de coach. En ik heb het idee dat we afgelopen jaar misschien als groep, als collectief, daar misschien wel iets meer in hadden mogen kunnen doen. Maar ik denk dat je dat wel ook als groep moet doen. En als je dat als individu doet, dat je dan niet echt wat je dan graag zou willen, dan krijg je dat niet echt over, denk ik. Jij was toen ook niet altijd vaste basisspeler. Nee, het lijkt er nu wel op dat er wat meer vertrouwen in jou is. Voel je het zelf ook zo? Ja, ik voel me goed. Ik ben ook blij met de coach die we nu hebben. We zijn veel aan het werk. We zijn ook veel met verdedigen bezig. Dat geeft ook zelfvertrouwen. Want wij weten nu achterin heel goed wat we van elkaar willen, waar we gaan, wat we doen, wat we niet doen. En ja, dat geeft vertrouwen en dat hopelijk straalt dat uit naar goede wedstrijden en ook naar een basisplek. Hoe was je band met de vorige trainer? Ja, wel goed. Vond ik wel goed. Ik ben wel eens teleurgesteld geweest. Hij heeft me ook wel eens teleurgesteld. Ja, dan moet je als grote jongen maar gewoon, ga je niet over zeiken. Dan moet je gewoon doorgaan. En uiteindelijk heb ik op en aan wel gespeeld. Natuurlijk was het niet super. Maar ik zal niet zeggen dat ik heel erg ontevreden was. Hij kon ook wel cynisch zijn en een grap maken. Dan had je een fout gemaakt en liep hij langs voor de hele groep en dan riep hij matchfixing. Ja, weet je, zulke dingen. Hij was best wel cynisch in zijn dingen. Maar als je daar doorheen prikt, dan merk je wel echt dat hij echt wel het beste met je voor hebt. Alleen ja, de manier waarop was af en toe een beetje anders dan anders. Ja. Nu leggen we heel veel accenten op het verdedigen. Mm-hmm. Kan je een beetje uitleggen voor de leek hoe dat dan in zijn werk gaan door pionnetjes die minder vaak naar voren schuiven, hoger druk zetten. Hoe moeten we het zien? Ja, we willen graag minder hoog druk zetten, sorry. Ik kan natuurlijk niet alles prijsgeven, maar we gaan wel proberen als groep te werken. Vorig jaar was het meer, oké, die gaat eruit en daarna gaat die. En nu gaan we proberen met het hele team één kant vast te gooien of een andere kant. En zorgen dat zij dan daarin de bal verliezen. En dan hebben wij met onze snelle jongens natuurlijk, dan geven we een trap hem naar voren en dan is het lopen. Ja, die competitie gaat beginnen straks, niet met volle stadions. Nee. Is dat een beetje een thema toch ook in jullie ploeg? Nou, jullie weten wel dat in de eerste divisie dat misschien wat minder geld nee, dan bij wijze van de Eredivisie. Maar ik kan me wel voorstellen dat toch sommige spelers juist
een echte ambiance nodig hebben om goed te presteren. Ja, dat denk ik wel. Je weet wel wat er komen gaat. Het is niet iets waar we nu opeens plots mee te maken hebben. Dus je kan je er wel goed op voorbereiden. Ik vind het vervelend voor de fans natuurlijk. Maar zelf, als ik naar mezelf kijk, ik ben blij dat we gaan spelen in ieder geval. En ik hoop dat de fans op onze andere manier kunnen gaan steunen. Want we hebben ze wel nodig.